Na lang wachten is het dan eindelijk zover, André Hazes jr. heeft een voorproefje van zijn gloednieuwe muziekstijl laten horen. Hij heeft op zijn schoongeveegde Instagram pagina een korte clip geplaatst van het liedje Deel van mij. De hysterische BN'ers onder die post denk aan Rolf Sanchez en Snelle vinden het allemaal geweldig. De grote vraag is echter, wat vindt Slands belangrijkste hazoloog ervan? Yvonne Koldewijer heeft direct een videootje in haar Instagram stories geplaatst. Jongens, ik ben aan het werk ik werk altijd op zondag en ik hoorde dus dat de nieuwe single van André uit is en ik dacht, hallo, dit moet ik natuurlijk voor de eerste keer met jullie gaan beluisteren. Yvonne was heel erg benieuwd, omdat André veel kwaad bloed heeft gezet met het vormgeven van zijn nieuwe muziekstijl. Zo heeft hij zijn oude schrijversteam keihard laten vallen en hen zelfs hartklachten bezorgd. Yvonne, wij willen natuurlijk wel weten waar al deze fas over gaat, hè? Deze comeback. Nou, zijn jullie er klaar voor? Let's go! De gezichtsuitdrukking van Yvonne zegt genoeg als de nieuwe plaat van André door haar speakers klinkt. Rockmuziek? Oh haha! Het is rockmuziek. No offense, maar is er iemand die zit te wachten op rockmuziek? Het is natuurlijk poprock, maar dit is toch zeg maar niet echt hip. Ze vervolgt, als ik zeg maar muziek wil luisteren die niet hip is, dan luister ik misschien toch nog liever naar Leef. Willen de mensen dan niet gewoon levenslied? Ik snap als je dat niet wil maken, oké, okay, maar maak dan iets hips, want dit klinkt alsof het uit 2003 komt of zo. No offense, but a little bit of offense, want ik weet niet. Jongens, wat denken jullie? Yvonne giert het vooral uit om de grootheidswaan van André. Hij heeft namelijk zijn hele Insta schoongeveegd om zijn nieuwe muziek onder de aandacht te brengen, net zoals wereldsterren als Beyoncé dat doen. Lachend dat je ook je hele Instagram-account leeghaalt, iedereen ontvolgt en dan met dit aankomt. Hahaha. Ha ha. Sorry, het is echt heel gemeen, maar sorry, dan moet je het echt waarmaken als je zo'n ding wil doen, want you're not Beyoncé. You're not Beyoncé.